Hallo mensen, Tim en we kijken in deze hele speciale video. Hier komt later misschien nog een serie verder van, maar laten we eerst zeggen, het is de eerste aflevering ervan. Dit is een reactie op allemaal oude video's van Tim Games met Sam. Hello. Want Sam is al van het begin af aan al mijn beste vriend. En ook de begin waarmee ik ook met YouTube ben begonnen, jongens. Dus daardoor zou ik ook niet handig zijn als ik dan met Sam gewoon een video maak over de oude video's waar hij nog in zat, waar ik nog in zat, waar Jesse, Daan. Waar onze hele crew nog uit staat. Ja. Ik heb ook een video met Kees. Ja, maar dat zijn een nieuwe video's zeker. Zie je zo meteen wel. Hier zie je Minecraft de Walls met Kees nog. Ja, okay. Met Kees. Hier. Hier nog een Assassin's Creed. Wauw. Maar laten we eerst beginnen met de video die ik in Sam heb uitgezocht. Ja, dat is echt wel heel lang. Heel lang geleden was dat. Heb je nog meer? Ja, hier. Deze was het. Tim Fortress 2. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben je gast Tim en we zijn samen met Sam. Wow, leuk kijken naar deze nieuwe aflevering van Team Fortress 2. Ja, en dan ik ben je samen met. En zie je mij echt zo, echt zie, ik zie ze gewoon buiten in het tuin of zo. En dan. Oh wow. Kan een bloedbad. Oh, Sam, achter je! Dan is daar ergens een sneaky bastard die daar loopt te fikken. Yes! Killstreak! Woehoe. Oh nee, killstreak, ik heb maar 1, ik heb 0 punten. En ja, we doen Team Fortress 2 en. Fuck! Oh shit! Ja, ik zag hem. Hoorden jullie Sam? Dat is wel dat vind ik wel zo irritant. Dat moet je nee! Kijken. Yes! Woehoe. Ik heb Set 3 kapot gemaakt. En ik ga gelijk het wraak wreken. Oh, achter ons. Shit! Dat is ook zo. Je hebt echt 3 kills achter elkaar. Ja, dat is ook met Heavy wel. Ik kon heel vroeger kon ik heel moeilijk dingen zeggen. Nog steeds trouwens. En vroeger kon ik echt wraak wreken. Ja, dat is niks. Wraak nemen is het. Dit is niks. Yo, wow! Woehoe! Ik heb 2 gekild. 3. En oh nee, minuutjes op. Oh, hij was laatst gelijk hier ook. Centroei. Ja, we zijn lekker hier bezig. En ik heb weer wat gebeurde er? Even kijken, hoeveel? Oh, dat zie je hier niet. Oh shit, ho, oppassen. Bommen. Maar ja, ik ga straks later in vies. Oh yes, hij is dood. Woehoe. Hoeveel kills heb ik al? En wat? Ik sta nu al bovenaan. Bovenaan. Hé? Hey? Ik heb net heel wat spullen gehaald. Wat? Hey? Waarom zit ik ineens bij dood? Je hoort mij zo verschrikkelijk zo. Zo erg. Ja, snel. Waarom werd ik ineens in blauw gezet? Ik ben rood gezet, bedoel je? Ja, waarom werd ik in rood gezet? Er is toch een bug die erin zit. Ik zit nog steeds in mijn tas. Oh, Tim moet rood worden. Of blauw. Nee, rood. Ho, een heavy. Heavy. Oh. Die blijft stilstaan. Die zag ik niet, want Sandy zit naast me. Ik hoop dat hij jullie echt horen, want... Oh! Dit was die tijd. Vroeger had Sam... Je kan het zelf tellen. Ja, ik had vroeger echt een shitty laptop waar ik dit op speelde. En altijd door de week ging ik het Tim opnemen. Maar ik ging gewoon naast Tim zitten met mijn ding. En ik ging gewoon via Tim's microfoon ging gewoon praten. Daarom word je mij gezag. Ja, dat heb ik helemaal vergeten. Ik zelfs ook. Wow, wacht even terug. Rood gezet. Er is toch een bug die erin zit. Nou, dat is geen bug, blijkbaar. Hier. Wow, ho, een heavy. Oh. Je zit dus op mijn beeld eens mee te kijken. Ja, dat om jou wel. Die zag ik niet, want Sandy zit naast me. Ik hoop dat ze echt horen, want Ja, fuck. Anders moet ik even dit doen. Even, wacht even. Yo, mensen. Okay, kan dit of Nee, ik ga het gewoon niet overlaten. Misschien werkt dit. Ik ben even waarom ik dat nu midden in de video doe? Wat waar ook? Oh,
Oh, nu hoor je jou ook slecht. Nou, ja. Daarom wil ik ook later gewoon een studio microfoon die ik hiervoor kan zetten, oh, waardoor je gewoon... Hier met z'n allen. Oh ja, ik zie ze. Dus dat is wel heel vet, van hoe dat vroeger was, okay. Jongens. Dat was echt heel mooi. Wow. Er zijn nu heel veel... Wow, dat was wel heel vet om dat gewoon te zien, van hoe dat vroeger was. Hoe de fuck kan je bij deze komen? Wat hier was, je moest A, B. Sam, hoe de fuck... A, B, D. Wat? Nee, wacht. Hoe kom je bij die? Want onze camera staat precies in het midden, dus dat kun je ook niet, dat kunnen we nu niet zien. Dus je moest... E moest je... Clearen. Oh, of E moest je krijgen. Vies neidig. Oh. En dan werd de brug werd opengezet. En dan ben je daar gewoon naar niks aan bezig. Is je nou echt met als heavy of ga je een sniper spot? Hoe moet je hier opkomen? Dat weet ik vroeger nog niet. Je, boom! Ik heb bijna kill. Maar je minuutje gaat heel snel op als heavy. Ja, je bent ook heel... What the fuck? Op een muur gaan schieten. Oh, Nee, die shiro. Dus ja, dit was vroeger zo. Okay, heel oud. Heel als jullie dit willen zien, video's staan nog steeds op het kanaal. Ja, dus je kan ze gewoon checken. En dan... Je hebt geknipt. Ja. En heb ik ook nog Assassin's Creed gedaan. Assassin's Creed Brotherhood. Mad lag. Dat is nu de computer die nu Sam heeft, want zijn eigen laptop heeft hij. Was één stuk gegaan. Ja. Twee heeft hij verkocht aan zijn broer. En zijn broertje die heeft nu een nieuwe computer. Ja. Simply jet. Dus. Assassin's Creed Brotherhood. Oh, die intro is nog steeds. De intro heb ik nog steeds, jongens. Wauw. De intro is goud. Waarmee reageert. Die intro heeft geen quiz aan. Nee. Hallo mensen van Tim Games, leuk jullie maar kijken naar de nieuwe Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. De lag! Nee, maar wij gaan verder waar we vorige keer gebleven. Maar de vorige keer waren we niet hier gebleven en zoals jullie zien, we hebben misschien meer geld. Ik heb al money gelopen killen. Oh. En ik heb twee stukken gebied heb ik weer uit... Hier had ik nooit lag, hierin. Hier een stuk. Maar dit is ook niet zo heavy. Hier dan weer. Nee, het is een map. En hier weer een stuk. En deze was een niveau 5 en die heb ik echt met een hele mooie assassination skill... Dus kill gemaakt. Vond ik best wel mooi. En toen wilde ik nog meer gebied renderen. Alleen ik dacht van... ik ga weer even een video maken. Want wanneer ik deze video maak... Zou er eigenlijk weer een Assassin's Creed video online zou komen. Alleen dan... Want hij moet nog in de render. Het duurt nog wel lang. En... Even kijken. Dat duurt dan wel lang. Ja, maar ik zat hier. Kijk je dat gebouw opklim zo. Ja, maar wat ik hier ook zat, ik had hier. Toen had ik dit toetsenbord en muis, jongens. Alleen mijn muis, die viel continu uit. Dat in een van de video's zat dat wel. Toen nog. En ja, dat heb ik nu nog steeds. Ik heb nu gewoon een nieuwe mooie muis. Een Shark Force. Nu. Met een mooie muismat ervan. En dat is gewoon heel vet. Dat ding gewoon nog steeds uit van missie. Doe het dan met F. Sluit hem op. Oh ja, toen kon je met de dashbomb spelen. Toen is je in het spel altijd. 5. Mario zwaard? Wat hier gebeurde, je kon reliquieën. Nederlands? Toch? Wat? Reliquieën? Een soort van item wat je in Assassin's Creed kon halen. En dat was met Assassin's Creed, dat was een referentie naar Assassin's Creed 2 die we ooit nog eens een keer kunnen let's playen. Die heb ik nog nooit gezien. Kan ik zo meteen. Ik heb het verhaal ook niet hier achter, maar dat hoef je niet op te weten. Nee, dat kan je dat later nog fixen. Want hier, kijk hier het zwaard. Ik weet niet of je het, ja, ik kan wel inzoomen dat wel. Hier, het zwaard van Mario die er nog in zit. Er zijn niet veel... Hey, loopt er ook gewoon langs. 5? Ja. Mario en ik zie niks. What? Oké, zo kan je dus ook, want ze liggen dus blij. Mario, Auditoris, oh, heb je jongens, we kunnen ze nu allemaal al vinden, dus... Ik... Huh? Heb je nou ben langsgelopen tegelijk opgepakt? Ik ben langsgelopen en toen direct opgepakt, dus... Dat was er ook in, dat was zo vet om dat te doen. En dan, en dan hebben we ook natuurlijk nog, ja. Ja, ik kan nog meer naar beneden. Hier, Microsoft. Oh, wacht. Een Kingdom trailer, season 1. Je hebt season verkeerd geschreven, Tim. Mijn Engels was moeilijk. Dit is een van de eerste video's die ik heb
geëdit. Dat was toen, moesten we iets maken voor de eerste klas met talent USM. Van meneer Petan. Oh, Petan, dat is echt een baas. Ja, ik ken hem heel goed. Meneer Petan, dat was echt mijn favoriete docent toen. Ja. Van de eerste klas. Hij was zo chill. Hij kon je goed helpen. Hij was de chillste muziekdocent. En daardoor ben ik nu gewoon met keyboard lessen gaan begonnen. Dus dit is heel slecht, jongens. Dus dit is met Windows Movie Maker gemaakt. Oh, dat wil ik zien. Jongens, dan gaan we beginnen. Wauw. Hier heb je het ook eens gegeven. Empire Wand. Ik werkte toen... Het lijkt gewoon op een pakketje. Oh, de graphics zijn real. Dus allemaal met foto's is dit allemaal gemaakt, jongens. Dus... Oh. Want ik mocht toen als Kingdom mocht ik Empire zijn toen. Met de Empire, want toen moesten we een stukje opnemen. Dit. Als jullie dit willen weten. Dit is opgenomen met mijn schoollaptop. Echt? Ja, die tas is geflikkerd. Maar ja. Dit heb ik opgenomen op mijn schoollaptop. Omdat ik op een of andere reden mocht ik van mijn vader niet meer op mijn computer. Omdat ik iets verkeerd had gedaan, blijkbaar. Maar daardoor heb ik dit nu... Ja. Daardoor heb ik dit gewoon gedaan, dat gewoon www.freps.com. Ik moest Freps ergens vandaan halen en OBS werkte er geen flikker op. Ja, nou, ik wil dit verder kijken. Dit is zo oud. Zo spannend. Maar dit is ook echt, de lag is hier gewoon over drie uur gewoon. Dit is gewoon echt de lag. Ik liep hier op 10 fbs denk ik gewoon ongeveer. Dan kijk ik ze eigenlijk aan. Dat moest ook. En hun mute ze gewoon niet, want... Hier. Je hoort ook. Ze hadden zich niet gemute van wat ik zei. En ik had ook niet gezegd van, ja, je mag niet met de Empire. Nog een zombie in beeld. Met de graphics. De echte graphics. Ja. Oh, dit is ook echt een prachtig plaatje. Ja, 480p. Dat was, ik kon het nog niet in 1720p. Wil je meer abonneren? Like meer Unified for Kingdom Empire like your werk, ja. Dus. Nou, ik vind het prachtig. Dit is goud. Dit is prachtig. Dat is de beste video op jouw kanaal. Waarom moet ik jou in mijn kingdom laten reactie achter? Ewa, Tim. Wat? Hier, jouw oude... Als mijn oude account. Koning uit Vlaam van mezelf. Bakkes. Ik wil ook meedoen. Ik ben Lucky Minecraft, Lucky Nice Video, man. Ga zo door. Cheap beef. Dus... Allemaal nostalgie, jongens. Dit is allemaal nostalgie van vroeger nog, jongens. En dan heb je ook nog een gelukkig nieuwjaar video nog. En dan... Gelukkig nieuwjaar video? Heb je serieus? Een jaar geleden. Nou, daar heb ik ook verteld over wat er in het jaar was gebeurd. Wat ik graag nu niet wil vertellen. Dan moet je die video zelf maar zien. Maar het was voor mij tenminste een droevige tijd toen. En heb je nog meer video's van naar beneden? Heb je nog oudere video's van daarin? Nog hier kan je nog meer laden. Ja, nou, ja. Maar Survival op de Gameceptionnel server, voor de hand die dat nog weten. Gameceptionnel was een... What the fuck is dit voor video? Minecraft DDG server minigame. Ja. Zo neem ik op met OBS. Ja, dat was zo vet. Vet moet ik ook niet zeggen, maar ik was toen aan het opnemen. Ik wilde jullie laten zien van hoe ik met OBS opnam. En want mensen zeiden van, ja, neem alles even op met OBS. Nou, hier video met OBS. Toen. Dit neem ik nu ook op met OBS. En dit is nummer mijn oude PC die nu Sam heeft. Kijk naar een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Het is deze keer Jenava, Chaos Door Event en iemand met een aftaskin die ik ook heb. What the fuck? Dit is prachtig. Ik doe ze even uit. Dit is nou de stem. Quality entertainment. Quality entertainment. Dit is jouw beste video op jouw kanaal. Perfect. Maar hierachter hoor je ook Sam's stem. Reageer op oude video's. Reageer op de beste video's op YouTube. Dit is het. Dit is de video, de video's. Dit is het. Dit maakt alles. Dit is zo goed. Je hebt er ook bij gezegd, zo neem ik op met OBS. Je moest gewoon een video uploaden. Die dacht, waar doe ik dit maar? Ja, ik verveelde me de tering. Ja. En ik had jou op Skype van Sam, wat moet ik opnemen? Nou, neem anders dit op. Ja, dat maakt het. Even kerst event. Oh, en ik ben hier samen met... Sam. Woehoe. Ben ik er ook? Ja. Heb ik dit gespeeld? Oh, ik zat gewoon in Skype, maar ik niet mee. Ah, ja, dat is fijn. Ik doe gewoon niet mee. Jij had geen echte Minecraft. Jij haalt Minecraft. En je wilt geen hele minigame van DDG spelen omdat je het een kutkanaal vindt. Nee, ik vind DDG geen kutkanaal. Ja.
Ik wil er geen gekitten nou, ik vind Minecraft gewoon niet leuk. Dat is waar. Nou. Jongens, al die video's staan nog zitten op mijn kanaal. En dan wil ik de nostalgische video ooit. Als die er nog staat. De beste video ooit? Echt, ja, echt een van de mooiste. Ja, echt een hele. Echt. Ik zei al toen net Minecraft gekocht. Oh ja. Sam zei tegen mij, laten we een Minecraft PvP map spelen, of PvP survival map. Nou, jongens, laten we heerlijk de Wolf gaan spelen. Oh ja, die tijd, die was prachtig. Echt prachtig. Dat is zo'n tijd die ik net, ik zei net ook tegen Sam, ik wil weer eens een keer de Wolf spelen. Ja, dat is wel fucking awesome. Iedereen vond het leuk, dan zet ik daar even wat later op, want dit was een video die ik samen met Sam in een potje zat. En ja, we hebben gewonnen. Met mij. Met Sam. Maar wat het er op achteren aankwam. Ja, die bal heeft wel gewerkt. Yo, Sam. Hallo. Yo, Sam. Ik heb fucking gewonnen. Echt? Ja. Oh. Met koek in zijn bek. Ik heb verslagen, maar... Dit was prachtig, ik weet het nog, Ja, ik was dood gegaan en ja. Ik ging even wat vreten halen. Gewoon. Midden in de video! Oh ja, maar ik ga even koekje halen. Ja. Sam was vroeger een vreetzak, laat ik het zo zeggen. Dus, toen ging ik achter Glenn en... Nou, die moet gewoon... Dan ging ik achter twee mensen aan en die vermoordde ik. En toen, ja... Toen had ik hem gewonnen, maar toen wilde ik ook nog een stukje opnemen wat er daarna kwam. Ik kan me nog echt... Als de dag van gisteren herinneren. Echt, wat? Maar dit gebeurde, wat er precies na kwam. Jongens, ik zie jullie zo even bij de mensen die ook nu in zaten. Dus, jongens, oh, dankjewel voor het begin. Jongens, dit is het team met Kees, met Jesse, met Sam natuurlijk, met Rutger, met Daan, met Glenn en met Lucky. Jongens, wat vonden jullie eigenlijk van dit potje eigenlijk met z'n allen? Want dit was eigenlijk veel leuker dan de vorige. Ja. Nou, kut. Sneaky peeky. Ja, ik heb mijn mening al gegeven. Ik legde teleport in de muur en ging instant dood. Kijk, die surf van dikke legs. Ja, die val heeft wel gewerkt hoor, met die neppe gang. Maar Sam die vond jou ineens met... Maar ik zei tegen Sam van wacht nou even. En hij sprong er gewoon op af. Maar ja, die weakness potion werkt gewoon niet op Sam, denk ik. Nee, want wij zaten gewoon achter jou aan. Wat best wel mooi was. Oké. Okay. Maar... Het was best wel leuk. Dat was best... Ik heb echt gewoon geen leuke tijd gehad. Allemaal vreselijk. Ik zou nog liever een fucking penis eraf snijden met een fucking vieze machette, dan dat ik dit nog een keer doe. Mijn best, doe je dat het liefst. Dat is Daan's reactie op dit alles. Daan vond dit een van de... Ik wist ze aan. De... Oké. Okay. Zullen jullie video afleggen? Ja, nou, ik wil nog één video kijken. Oké. Okay. Jongens, dan is dit de laatste aflevering. Of, nou, niet de laatste aflevering. Dit is dan even de laatste video. Mijn oude setup. Nog steeds dezelfde kleren. Denk ik net een jaartje geleden. De eerste video van mijn oude setup. Ik heb nu een nieuwe setup. Maar dit is nog niet de finale setup. Er komt ik wil best wel een setup video doen. Voor jullie. Met mijn nieuw setup die nu hier staat. Sam helpt me er denk ik al bij. Sam is denk ik op mijn cameraman of zo. Ik denk het. Ik had hier echt een magnifieke setup video gemaakt. Ik heb 22 dislikes. Dislikes moet je weten betekenen, Sam. Maar de weergave die hier op is gegaan is meer dan mijn abonnees. En dat vind ik nog eens het vreemde. Maar ik ben er best wel blij mee. Maar ja, dit is een van de oudste video's, of een van de vreemdste video's die ik ooit heb gemaakt. Van, wat voor PC is het? Ja, dat vind ik wel stom, wat voor PC? Een PC doe je maar die in elkaar, je krijgt eigenlijk een beeld te zien van de PC. Wat is dat voor stomme vraag? Ja, laat je zeggen, je kan niet direct vragen van wat voor PC is het. Ja, je kan wel gewoon een PC kopen van Samsung, maar dan zou je het er zijn, wel... Er zijn sommige merken van Logitech of andere merken, van Asus of zo, die hebben een merk van een PC. Ja. Maar
als je vraagt naar deze PC, dan denk je van, die heeft geen merk. Die is gewoon zelf in elkaar gezet. Dingen die erin horen, die goed zijn, zetten we erin. En dit is een PC die ik nu niet meer heb, maar die heeft Sam. Ja, dit, we hebben hem gerefreshed. Helemaal schoon. En daardoor heb ik nu een zieke, echt een zieke game PC. Een van de nieuwste van de generatie. Ja, die PC die hier op staat, die ziet er heel slecht uit, maar het ziet er echt niet. Ja, de buitenkant is echt gewoon crap. Het is echt gewoon een hele. Het is echt een hele oude kast, maar de onderdelen die erin zitten vallen wel mee. Dus het is echt gewoon... Voor beginnende gamers. Ja, maar ik ben geen beginnende gamer natuurlijk. Nee, maar gewoon voor de beginnende game PC. Laat ik het zo zeggen. Ja, dit is niet heel. Het is geen slechte PC. Ach, graag maar. Laat ik het wel weer halen. Laat hem kijken. Laten we kijken. Oh, bal, zie ik hem slecht. Je Sam is gewoon slecht, ja. Laten we beginnen. Kijken naar een soort van vlog of kwaliteit van hier in Tokio. Video wat ik heel leuk dat jullie kijken naar een soort van vlog. Ja. En ze vroegen van Tim, hoe neem jij je games op en hoe? Hoe je het ook ziet, ik zit met hetzelfde vest, hoe je kan zeggen, en dezelfde beeld. Dus ja, hoe zet jij je camera? Nou, ik laat het even zien. Hoop. Nou, dit is mijn setup. Hier een beetje zo. Dit is dan mijn eerste scherm, mijn tv-scherm. Dat is een Sharp tv-scherm. Wat Kees hier ook onder heeft gezet van... Zeg een ongelooflijk actieve schoen, ik zo zeg. Je zit niet zo. Hij heeft 27p, vriend. Maar wat heeft... Sam, kan je hier geen... Oh, helaas is ondertiteling helaas weggehaald. Maar vroeger, als je hier ondertiteling bij zette, was dat heel vreemd. Echt heel vreemd. Ja. En dit is dan een Dell tv-scherm, of een beeldscherm dan. De Dell heb ik nog steeds. En dan dit is dan mijn microfoon, een soort van. Heb ik ook nog steeds. Logitech HD27P. Hij is goed, alleen ja, hij werkt niet qua beeld en zo, dus dat werkt niet. Dan heb ik hier een Repo V100 Backlit Gaming keyboard. Staat hier beneden ook. Deze keyboard die heb ik nog steeds, alleen dit is weer een nieuwe ervan, want deze toetsenbord is helaas weer ingenomen, omdat de muis stuk was. Ik pak dan alleen de muis. Zo. Dit is dan een Maxer standaard gaming, een soort van gaming muis, maar ik had een andere gaming muis, alleen ja, die viel telkens uit een beetje. Hiero, dan dat vertel ik het al! Opnames en zo en qua andere spullen en zo, dus dat is wel irritant. Maar nou laat ik jullie met het mooiste zien, met PC. Even kijken. Mooiste. Beter bij staan. Nou, dit is mijn computer. Het is niet zo'n echt goede PC, maar blij zijn dat ik wel goed en snel video's ermee kan editen en zo en kan uploaden. Snel. Ik heb dan hier nog een Xbox controller staan en dan heb ik hier dan een draad voor mijn oortjes. Gewoon normale DVD ding zit erin. Er zit hier nog een brander. Dan heb ik hier nog een hier zit dan een e-reader. En dan hier nog heel oud, ik weet niet of jullie het weten, maar een floppy disk. Dat was vroeger zo. Dat is echt oud. Yep, dat is best wel oud. En dan heb ik hier dan USB's voor mijn Xbox controller. Dus ja, dat is wel een beetje mijn PC. Mijn prefix van PC weet ik niet echt. Ik weet wel dat er een AMD videokaart in zit. 4 RAM zit erin. Het is niet zo'n beste PC, dat weet ik. Maar ik ben een nieuwe PC aan het kopen. Of ik ben al aan het sparen voor een betere microfoon, betere computer. Binnenkort ga ik ook een nieuwe... alles nieuw doen. Gewoon een nieuwe series en zo. Want ik ga met Sam. Willen wij een serie starten, alleen we weten niet wat we gaan starten. Een Lego game? Kunnen we doen. Maar ik weet het niet. Nou, laat het even achter in de reacties. En ik heb ook de... Dus ja, dat is echt heel oud geleden. Heel oud. En welke serie voor is in de plaats gekomen, is dat Pixelmon geworden? En laat ik nu zeggen, dan ga ik even eerst naar mijn eigen kanaal. Mijn kanaal. Wat er is gebeurd, waarom ik de lange tijd weinig heb geüpload, denk ik een maand geleden hoe je het hier kan zien. Er waren problemen met mijn partnership. Mijn partnership netwerk is helaas gestopt. Powerful netwerk. En die werd overgezet naar Bandpixels.
Ik heb zo vaak heb ik dit verhaal verteld. Zo, echt dat tering snel, vaak. En helaas is die gestopt. Power van Netwerk. En daardoor is ben ik naar Bedbugs gegaan. Bij Power van Netwerk had ik een no-locking contract. En ik werd overgezet bij Bedbugs naar een locking contract van een jaar. Dat ik niet wilde. Niemand had mij iets gezegd. En daardoor zit ik nu vast. Maar ze hadden een contract aangegaan met iemand die niet 15 of die niet 18 of 16 is. Dus aan een minderjarige hebben ze een contract vastgezet. Dus ja, ik ben er nou druk mee bezig. Je kan het hier ook zien. Bij videobeheer. Als hij meewerkt. Internet traag. Dan kan je naar mijn kanaal toe gaan. En ik heb hier al een verzoek verstuurd. Een nieuw verzoek. Om mij weer opnieuw los te koppelen. En er is een e-mail uitgegaan van... Laat me los. Want er zitten dingen bij die niet kloppen. Dus eigenlijk een soort van contractbreuk, jongens. Dus ja, dat is... daarom heb ik ook een lange tijd niet geüpload. Ik mis het wel. Daarom wil ik weer gaan proberen met Sam. Weer... Ik heb ook heel weinig geüpload. Ik heb ook een maand niet geüpload. Maar ik ben ook net begonnen. Ik heb 19... Ik heb 14, maar ineens 19 video's. Dus nee, hier ook. Is nou ook weer niet. Angry Pitching. Gaming. Dus... Dit is zo mooi. De King Beast elke keer... Zou ik die moeten laten zien? De King Beast? Nee joh. Die kunnen jullie wel allemaal bekijken op het kanaal. Ja, die zou ik ook even... Is die link even... Die moet ik zo meteen... Dus wanneer jullie deze video zien, zien jullie bij de zijkant... Zien jullie dat dan... Van... Tim... dat zijn zijn kanaal erbij zitten. Maar jongens! Ik wil bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Wil je meer abonneer en like voor meer. Dan zie ik weer de volgende keer. En in de volgende aflevering. Of iets wat we gaan doen. Ik weet nog zeker niet wat. En weet jij iets? Ja, ik moet nog klaar liggen. Misschien. Pixel moet niet weg. Maar ik ga weer wat dingen. Je hoeft even in de game opnemen. Dus mijn jongens. Jongens, zie ik later. Peace. Doei.